Welkom bij het programma In Gesprek Met. Vandaag zijn we uiteraard weer te gast op Kasteel Eikenhout en niet zomaar. 9 augustus 2017 zijn we regenwijs door de Uppening. Toen kwam Ria Joosten, dat is heel groot in het geweest, die in Kasteel Eikenhout overnemen. Nu zitten we in mei 2018 en we dachten, we moeten weer eens met haar in gesprek gaan om te horen hoe het gegaan is. Welkom Ria. Nou, dankjewel. Leuk dat ik heen mocht zitten, maar ook erg leuk dat je altijd heen zit. Ja. Op ons eigen nieuwe honkje. Zijn we ook heel dankbaar voor natuurlijk. En voor zo'n mooie locatie, een hele mooie studio eigenlijk als het ware mogen hebben. Ja, voor alles geschikt. Hè. Dus, ja. Alles, bruiloften, uw roep maar, feesten, partijen, zakelijk, privé, dat kent hij allemaal. Hè. Ja, klopt. Maar leuke start gehad. Erg leuk. Natuurlijk een heel nieuw team neergezet. Ja. En vandoor moet gij ze natuurlijk bouwen. Ja. En dan denk ze in het begin, nou, het is al best aardig, maar je ziet de evaluatie van dat toch alles wel groeit. De gastgerichtheid, het eten. Ja, dat huren we gelukkig ook terug. Ja. En dus dat zien we ook terug in de bezoekers. Ja, want hier zit niet zomaar gestart. Met het idee van we maken de deuren open en we gaan koken voor mensen. Bij u zit er een hele gedachtegang achter. Zou je daar een beetje over willen vertellen? Ja, wij denken altijd dat het super belangrijk is dat de locatie wat er is volledig het aansluit bij het concept of andersom. Dus het concept wil zeggen, als er zo'n kasteeltje is, heet dat niveau, dat vraagt om niveau. Dat vroeg toch niet om alles te doen, dat vroeg niet om een dikke disco en niet om dikke buffetten. Dat vroeg met cachet. Dus kwaliteit. Kwaliteit, ja. Kwaliteit en ook wel verrassendere, vernieuwendere, mooie gerechtjes. En op die manier invullen dat mensen verrast weer. Mm-hmm. Dus ook eigenlijk voor de bestaande klanten even wennen. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, de kennis die bestaande klanten niet. Gelukkig huren we er heel veel truc dat ze alweer terugkomen. En die mensen vroegen ook dit, dat merken ze. Mm-hmm. En het is super belangrijk dat in een regio er meerdere concepten zijn die op elkaar aansluiten. Mm-hmm. En die niet hetzelfde doen. Dus we denken dat dit ook wel... wat toevoegt aan die onderscheidend. Ja, onderscheidend. Dat zou nemen. Ja, zeker. En een heel nieuw team. Dus voor iedereen is het natuurlijk helemaal wennen. Jonge mensen. Ja. Een nieuwe gastheer. Ja. Wat betekent die allemaal? Zijn ze ook heel blij om hier te werken? Ja, dat is gewoon erg mooi team. Daar kregen we ook hele goede reacties op. In tegenstelling tot heel veel andere teams in onze andere zaken. Heel veel mannen. Mm-hmm. Heel veel mannen. Een paar dames maar. Maar wel met hun eigen kernkwaliteiten en specialisatie wien. Gastgerichtheid. Veel jonge hoek hotello's. Ja, daar kunnen ze gewoon heel fijn naar werken. Ja. Ik kan me herinneren dat ik gezamenlijk bij de zon te gast ben geweest. En we hebben het menu met wijntjes die hij serveert. Maar dat kun je natuurlijk weer dol uit, dus dat zijn om een leuke combinatie te vinden. Dus we hebben nu altijd alleen nog maar over het frikmenu. Ja. Ja. Had ze er al van gehoord? Ja, ik heb het gehoord. En Emma zei zelfs gisteren tegen mij, goh, Rien was eigenlijk het free-concept verder goed gaan bouwen en bekendmaken. Want het is ontzettend leuk om twee spannende wijntjes te proeven, het gerecht te krijgen en dan te merken dat dat wat ze denkt wat het lekkerste is, niet het lekkerste is. Ja. En dat een totale andere combinatie veel beter is. Dus het gaat echt over die wijn-spijs combinatie, maar vooral die verrassingen die erin zitten. Ja, en dat is het, zonder meer. Ik kan me ook heel goed herinneren dat er dan zegt van, nou, dan proef deze even. En denk ze, jezus, nou, wow, wat apart, hè. En dan krijg je het gerecht en dan komt dan de tweede erbij. Ja. En precies met Gerard Oezek, dan denk ze, wow, dit past perfect. En ja, ik moet zeggen, ik ga wel regelmatig goed eten. Maar dit vind ik dus echt, vind ik gewoon de kers op de taart. Ja,
Maar zo hoort het denk ik wel. Ja, ik denk ook dat eertebeleving is. Ja. Of dat nou zakelijk is of privé, met elkaar aan tafel gebeurd hebt. Hè. Mm-hmm. Daar heb je alle tijd met elkaar genieten. En een proeverij maakt toch nog een extra verrijking. En ik vind dat die wijn-spijscombinaties, hoe ze dat doen, en ook wel op niveau koken, ja, dat is een absolute extra toegevoegde waarde. Dus het free concept moet... Moet je willen horen. Ja. Nou, dat vind ik gewoon geweldig om te horen. Ja. Nou, ik weet er toch nog veel meer. En ik weet, heb ook begrepen dat je in ieder geval alweer een behoorlijk zit uitgebreid. Zoals je dat gaat met ons met over willen delen. Nou, dit is ook voor mij ook de laatste, dus dat is meteen ook... Is het echt zo? Ja, 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 het is klopt. Wij hebben echt heel veel klantenrelaties in heel Limburg. Veel in Limburg, ook een beetje Brabant, ook wel de rest van het land, België, Duitsland. Maar veel in Limburg. En we hebben gezegd, we willen eigenlijk die Lean Noord, Midden-Zuid, die willen we gewoon met een vaste locatie op Borgen, want... Dat is een honk, dat is thuis. Mm. Dat, zo voelt het hij ook. Mm. Dus eigenlijk ook dat gebeurt bij Citeslo, het smalste stukje Nederland, ja. Is voor u als ondernemer in deze branche ook heel belangrijk. Is heel belangrijk. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik volop betrokken ben, ook bij echte Citeslo, bij die hele beweging. Maar ook dat we alweer alle ondernemers uitgenodigd hebben van, goh, kom met uw producten, laat ze kijken aan elkaar, laat ze proeven. Mm-hmm. En hoe gaan we nu zorgen dat meer mensen weten dat deze fantastische producten er zien? Mm-hmm. Dus er is nou alweer een initiatief, dat is hij geboren. Want dat past hij. Hij is het, hij zit heel veel. Het is ook natuurlijk versterken aan elkaar. Ja, dat is echt zo. Ja. Dat zien echt de kansen. En voor de uitdaging, ja, je neemt het kansen, maar dan voor de uitdaging om door een mooi gerechtje op tafel te zetten. Ja. Nou ja, dat doen gelukkig die koks en die zien er allemaal volop met begonnen. Want in totaal hebben we bijna 20 koks in dienst. Dus, en in totaal? In totaal 160 man. 160 mensen? Ja. Ja. Maar dus... zelfsturend. En ja, ik denk dat het geheim wel is echt opleiden. Coachtrajecten, eigen traineeships, wien-specialisaties. Ja, bezig blijven. En... Zorg dat werk- en privébalans heel goed gebracht werd. Het menselijke. Het menselijke gevoel. Ja. En ook toes kunnen zien, ook vrij. Yes. Dus de Suze niet altijd dezelfde, want dan zou het niet goed zien. Ja, nou, ik denk dat het heel leuk is dat we af hebben mogen diep praten. Dat zal we zeker op een termijn weer gaan doen. Dan kijken we dan ook met de nieuwe locaties het geit. Dus ik wil bij deze al bedanken dat we in ieder geval even in gesprek mochten gaan om te horen wie die op Kusje Eikelt geit. En ik zou zeggen, Ria, snel tot ziens. Dankjewel. Leuk.